Welkom bij Arnhem Report. Voor deze aflevering zijn wij bij Droombankje 2.0. Dit is het pand van Droombankje. En dit alles is georganiseerd door Angelique van der Berg, oud-collega bij RTV. En nu gaan we kijken wat zij daarvan gebakken heeft. Hoe het begonnen is een dak- en thuislozenhuis voor mensen zonder psychische stoornis en zonder verslaving. Dus het grijze gebied. Hè. Dus als jij dakloos wordt, dan wil je ook gewoon in een warme, gezellige omgeving weer terechtkomen waar je vanuit daar weer terug kan keren in de maatschappij. Dat was Droombankje 1 en daar hebben we ondertussen een aantal huizen van. En Droombankje 2.0, zo noemen we dit maar voor de grap, is een huis. De oorsprong zijn drie bewoners die in een droombankje woonden. En bij ons moet iedereen na een tijdje natuurlijk uitstromen, dat hoort zo. En deze mensen, daar voelde ik het niet goed bij om ze uit te laten stromen. Eén man heb je net geïnterviewd, dat is Tim. Die heeft 3 herseninfarcten gehad en die man die kan eigenlijk niet meer helemaal alleen functioneren. Dus zowel preventief dat het niet slechter gaat met iemand, als het vertrouwen wat ze in ons hebben. Daarvoor dacht ik van, nou, daar moeten we gewoon nog een huis voor op gaan zetten. En er is een jongen die is bij ons blind binnengekomen. Die is pas 38 jaar en die hebben wij geholpen om met second opinion om te laten opereren. En hij ziet nu weer 6%, maar dat is natuurlijk nog niks. En ook die jongen dacht ik, waar moet hij naartoe? Het is zo'n jongen die heeft gewoon de stabiliteit van een beetje het gezin nodig. Zoals ik als een moeder kijk naar mijn kinderen. Zo kijk ik ook naar hem en die kon ik niet loslaten. En zo was er ook een vrouwtje die maar 3% ziet. En daarvan ik ook niet wist hoe daar anderen mee om zouden gaan. En toen dacht ik, ja, dan nog maar een huis. En toen heb ik aan Volkshuisvesting, wat toch iemand is die ons heel veel gunt, gevraagd van, hebben jullie voor mij nog een huisje? En het huisje bleek een dubbel herenhuis te zijn met 10 kamers en 2 appartementen waar we nu in zitten. Dus het is iets groter uitgepakt dan eigenlijk de bedoeling was. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Een vrouw met een groot hart, hoor ik. Hoe is dit alles begonnen? Ja, ik ben mijn hele leven begaan geweest met de zwakkeren van de samenleving. Dat is altijd geweest. Ik heb nooit begrepen hoe een baby, altijd heeft iedereen een hele blije babyfoto, hoe diezelfde baby 30 jaar later op straat loopt en niemand zich daarna bekommert of omkijkt. Ik snap dat niet. Ik kom uit een heel liefdevol gezin. Hè? Dus ik heb ook heus wel klap gehad, net als iedereen in het leven. Maar dan zijn er altijd mensen die om je heen staan en je opvangen. En ik dacht, als ik dat niet had gehad, hoe was het dan met mij geëindigd? Hè? Dus oordeel zeker niet als je niet veroordeeld wil worden. Dus ik heb altijd gedacht, die mensen die dat niet hebben, die warmte en die onvoorwaardelijke liefde, hoe doen die dat dan? Ja, en dat is eigenlijk steeds meer uit gaan breiden in mij, in mezelf. Dus ik ben in een kinderthuis gaan werken 2 jaar lang. Kinderen die uit huis waren geplaatst. Gekeken hoe dat was. Nou, dat was me te heftig. En toen ben ik vanuit daar eigenlijk gaan denken, ik wil iets doen om vooroordelen weg te halen bij mensen. Iedereen heeft een oordeel over een ander, zonder dat je weet, wat zit daar nou van verhaal achter. Hè? Zoals bijvoorbeeld in deze daklozen. Ja, die zullen allemaal wel het aan zichzelf te danken hebben. En gehandicapten is zielig. En noem alle vooroordelen maar op. En toen liep ik zelf naar ziekenhuis Rijnstaten. En toen zag ik daar een vrouw aan allerlei apparatuur met een sigaret op de lip. En toen dacht ik, nou, ben je nou nog niet ziek genoeg? En dus ik betrapte mezelf erop dat ik dat ook deed. Ik denk, misschien heeft ze nog maar een week. En dat is uiteindelijk de oorsprong met nog veel meer, maar dat is heel persoonlijke dingen. Waarom ik het bankje, dus het tv-programma bij RTV Arnhem, ben gaan bedenken. Niet voor mezelf, maar om de mensen een gezicht te geven in de stad. En niet denken, want een chagrijnig mens ligt, zit daar op de fiets. Maar wat voor verhaal zit achter die vrouw?
En daar ben ik toen mee, toen de tijd, na helaas overleden Bert Westerman, was onze directeur, gegaan. En ik had format geschreven. Ik zeg, nou, dat zou mooi zijn als RTV Arnhem dat zou gaan doen. Toen zei hij, ja, maar dat moet jij doen. Maar ik deed radio. Ik zei, maar dat ga ik niet doen. Dat durf ik niet. Ik ga niet met mijn kop op de tv. En toen zei hij, ja, maar als er iemand dat moet doen, dan moet jij dat doen. Nou ja, dat heb ik toen maar gedaan. Omdat ik gewoon wilde dat die vooroordelen weggingen in Arnhem. En dat werd eigenlijk wel een heel groot succes. En het begon met de onbekende en dan later met de burgemeester en met de bekende Arnhemmers en weer de onbekende. En ik heb geloof ik bij elkaar 150 afleveringen gemaakt. Maar daarin wel gezien hoeveel er niet goed ging. Hoeveel mensen er uiteindelijk te laat hulp kregen of niet de goede hulp kregen. Dat was echt wel een dingetje wat me weer heel erg aansprak. En toen heb ik meneer Breeman ontmoet. Dat is de directeur van Volkshuisvesting. Die heb ik op het bankje gehad. En die zei letterlijk tegen mij, wat doe je bij RTV Arnhem? Ik zei, ja, wat doe ik bij RTV Arnhem? Een mooi programma maken. Hij zei, maar jij kan zoveel meer dan dat. Jij kan zoveel mensen helpen op de manier hoe je praat en wat je allemaal loskrijgt. Toen dacht ik, ja. He, op dat moment geloof je dat allemaal zelf nog niet zo erg. Dus daar heb ik nog gewerkt voor een waar daklozen opgevangen werden. En daar zag ik eigenlijk hoeveel daklozen niet psychische stoornissen hadden en niet verslaafd waren en die nergens geholpen werden. Dat bleek het toen een oplichter te zijn, helaas. Die hebben we aangegeven bij de politie, maar al die mensen zouden op straat komen. Dus toen ben ik weer naar die meneer Breeman gegaan. Ik zeg, meneer Breeman, ik zeg, al die mensen komen op straat. Kunt u daar een huisje voor regelen? Toen keek hij me aan en zei, ja, dat wil jij toch zelf? Ik zei, ja, ik zou het heel graag willen, maar ik heb niks. Zeg maar, er komt geen euro uit. Dus waar moet ik dat dan van doen? Nee, zegt hij, dat vraag ik niet. Hij zei, jij wil dat toch zelf? Jij wil toch altijd iedereen helpen? Toen dacht ik, ja. Hij zei, ik denk er maar over na. Toen moest ik de week daarna terugkomen. En toen heb je erover nagedacht. Ik zeg, ja, zou je het willen? Ik zeg, ja, ik zou het eigenlijk wel heel graag willen. Toen kwam hij met van die grote rode konen kwam hij weer binnen. Toen had hij 20 units, dus 3 huizen in de Doelenstraat die vrijkwamen, wat RIBW uitging. Hij zegt, zou je het aandurven? Nou, dan moest ik wel heel even slikken, hè. Want gewoon bij RTV Arnhem het bankje doen en dan zoiets beginnen. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik wil toch altijd iedereen helpen. Ik heb nu ook niks. En 2 keer niks is ook niks. Maar dan heb ik het wel geprobeerd voor iedereen. En uiteindelijk heb ik zo'n bestuur gevormd en is Droombankje ontstaan. Dus het is eigenlijk allemaal begonnen met mijn hart, dat ik vind dat je niet moet oordelen. En alle gesprekken bij het bankje bij RTV Arnhem. Ik heb het heel erg te danken, ook aan RTV Arnhem. Maar nu heb je 4 huizen in de stad gerealiseerd waar mensen kunnen wonen die geen plek hebben. 4 huizen in de stad, ja, 3 in de Doelen, 1 in de Ruiter. En dit is eigenlijk een dubbelherenhuis. Wat doe jij zelf hier in dit huis? Ik doe alle gesprekken. Dus ik, ja, zeg maar het bankje wat ik deed bij RTV Arnhem, doe ik nu met de mensen allemaal. Ik heb ook een opleiding gevolgd natuurlijk wel. Dat heb ik allemaal wel gedaan. Dus het is niet zo dat ik vanuit het bankje gelijk hier naartoe ben gegaan. En ik praat met ze, kijk waar ze behoefte aan hebben. En dat kan alles zijn. Ik kijk als een moeder naar een kind, kijk ik naar mijn mensen. Dus wat ze nodig hebben. Bij de ene is dat een bril als ik zie dat ze niet goed meer kijken. Bij de andere is het een gebit. Bij de andere is het een kapper. Bij deze meneer die net heb geïnterviewd, die had geen contact met zijn broer. Nou, dan ben je mediator voor weer contact te leggen met familie. Dat is wat ik allemaal doe. Ik doe eigenlijk alles om proberen de mensen te laten helen. En kijk wat daarvoor nodig is, samen met mijn team. En dat is echt een basis wat heel veel mensen niet hebben gekend. En daar was ik heel erg van overtuigd toen ik dit begon. Want dat heb ik gehad en heel veel mensen niet en daarom gaat het mis. En dat blijkt ook zo te zijn. Mensen die bij mij komen, sommigen zeggen na 2 weken van, wanneer ga jij raar tegen mij doen? Ik zeg, ja, ik ga nooit raar tegen je doen, lieverd. Ja, maar iedereen gaat raar tegen me doen. Die zijn zo gewend dat ze worden afgestoten, dat ze niet lief... Wij zijn al met ons hele team heel lief voor de mensen. Buiten dat we alles doen wat nodig is. Maar dat onvoorwaardelijke lief zijn en er zijn, wanneer je ook iemand nodig hebt, is belangrijk. Om het weer aan te kunnen alleen. Maar ik zeg altijd, maar zoals jij je vader zou helpen, of je kind, zo helpen wij onze mensen. En dat is met alles. En in praktische zin, ga je nog meer huizen stichten? Wat wil je nog graag bereiken? Nou, ik heb wel veel vragen uit het land. Dus ik zeg niet dat het bij Arnhem ophoudt, nee. Nee.
Ik doe er verder geen uitspraken over, maar als ik die kans krijg, ga ik dat zeker aanpakken. Leen Barbier, jij bent hier de huisvader, dat klopt hè? Zo kun je het noemen, ja. Huisvader, broer, oom. Het ligt eraan een beetje de leeftijdsgroep van de mensen die hier zitten. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik werkte al een paar jaar als vrijwilliger bij het Droombankje. En ik ken dus een paar mensen die hier al zitten, die kende ik al lang. Hè. Ik deed er vrijwilligerswerk, ik deed de boodschappen met ze, ik ging met ze naar de dokter. En dat soort dingen meer. En toen kwam Angelique met dit pandje aan. En daar zocht ze iemand voor die dat zou willen doen. Daar heb ik even een tijdje over nagedacht. En toen toch een overtuigd ja kunnen geven. En heb jij toen huis en haard opgegeven om hier te komen wonen? Ja, ik heb alles opgegeven in mijn huis op de Geitenbult. En ik ben hier weer terug in mijn oude buurtje. Ik heb hier jarenlang gewoond, hoor, in de Spijkerbuurt. Dus ja, gewoon gedaan. In het diepe. Ja, wat een grote keus. En wat doe je hier dan de hele dag? Ik ben de hele dag druk met de mensen die hier zijn. Als ze thuis zijn, dan zijn er wat die hebben wat hulp nodig. Of het is met koken. Ik heb af en toe gewoon een broer tot broer of vader tot zoon gesprek met ze. Als ze daar behoefte aan hebben, hoor. En ik onderneem af en toe dingen met ze. Maar vooral helpen waar zij de behoefte hebben. En hoe is jouw leven veranderd sinds je dit allemaal doet? Nou, ik kan wel zeggen drastisch. Ja. Ja, ik ben gewoon... Plotseling heb ik 8 kinderen bij, hè. En dat is, ja, dat is wel even een dingetje. Dus ja, ik moet mijn vrije tijd heel anders indelen natuurlijk. Maar het geeft zoveel voldoening. En inmiddels zitten we hier al wat langer en ik ben eraan gewend. In het begin was dat natuurlijk wel moeilijk. Je krijgt een andere vorm van privacy, die heb ik echt wel, hoor, hier zo. Maar ja, het is allemaal een beetje gaan verschuiven. Maar ja, ik heb het super naar mijn zin. Tim Lemmers, jij woont hier. Ja, dat klopt, ja. En hoe is dat zo gekomen? Ik heb 1,5 jaar geleden 3S in feite gehad. En toen ben ik op een gegeven moment via bij Angelique terechtgekomen. Op het Droombankje. En bleek eigenlijk al snel dat ik niet echt meer in staat was om op mezelf te wonen. En zodoende zijn we eigenlijk hier beland. Ja. Wil je iets meer vertellen over hoe je leven was voordat je hier was? Werken en nog eens werken. Wat deed je? Ik was eerst als vuilnisman en later ben ik als rioolreiniger en de kolkenzuiger. Hier in Arnhem eigenlijk, dus misschien dat mensen minder nog van herkennen. Als de vuilnisman uit de buurt? Nee, toen maakte ik de straatkolkens gewoon. Dat heb ik 5 jaar gedaan. En de laatste jaren eigenlijk op een huis van Wagen en dan in de gemeente Bronckhorst. Uh-huh. Dus in de Achterhoek. En hoe is het om hier te wonen? Hartstikke goed. Ik krijg veel alle begeleiding. Ik moet 1 keer in de week naar Nijmegen voor behandeling. En dat brengt alleen brengt me en pik me ook weer op. En verder, als ik ergens mee zit, hij is er eigenlijk gewoon 24 uur per dag. Dus, ja. En dat vind je prettig, dat er altijd iemand is? Ja. Dus het zit nu een beetje in het proces om dingen te verwerken. En ik kan af en toe mij wel afrechts uitpakken. Niet dat ik agressief word of zo, maar ik kan... Vrij sarcastisch worden. Wanneer ben je gekomen bij het Droombankje? Hoe lang is dat geleden? Juni vorig jaar, ja. En hoe ging dat precies? Hoe leerde je Angelique kennen? Ik ben eigenlijk door 2 vrienden van mij. Die hebben Leen opgebeld. En die trouwens kan ik gewoon bij naam noemen. Ad Kastelein en Kiki Klasse. En
zodoende ben ik eigenlijk hier gekomen. Ik zat in Klimmendal, 2 maanden gerevalideerd. En kon dus op dat ogenblik niet naar huis toe door toedoen van derde. Dus, en dan zeg ik het even goed, van derde. Dus niet mijn ex-vrouw, maar echt gewoon van derde. En dan heb ik op een gegeven moment dus inderdaad even gewoon ingegrepen. Van de vrienden die dus daadwerkelijk op het moment klaarstaan als je ze nodig hebt. En die zijn zelfs van. Dat heeft je ontroerd, zie ik. Ja. Ja, die en dan inderdaad Angelique, Anouk, Monique, Eugène tegenwoordig. Ada hebben we er nog bij en Diana. Hoe is het leven hier? Schets dat eens. Mijn leven is nou eigenlijk, de stress is weg. Heel veel rust eigenlijk, wat ik dus ook wel nodig heb, maar wat ik niet altijd pak. Ik kan af en toe, ik moet eigenlijk om de zoveel tijd moet ik gewoon echt gaan liggen om te rusten. En dat doe ik vaak niet. En ik hoor vaak eens een keer echt bij mijn kraag gegrepen. Van even gaan zitten of boven, even gaan liggen. Het is inderdaad als ik te veel word en te veel doe. Er is een voorbeeld, dat klinkt raar, maar ik ben bijvoorbeeld in de keuken bezig met een van mijn hobby's is koken. Maar als ik het overzicht kwijtraak, ben ik letterlijk een vuur rondjes te draaien in de keuken. Dus ik begin nou te leren om het wel te doen. Nou, wat geweldig dat je dan hier in dit prachtige huis terecht bent gekomen. Echt wel. Dus in het begin heb ik heel erg veel steun gehad, ook aan Angelique. En Monique, die moet ik er even bij betrekken, die heeft mij geen schuppen onder mijn reet gegeven. Het is ook maar even met de goede richting te zetten. Maar wel eentje nog wat luisteren, want dat is bij mij ook een probleem. Soms bij mensen waar ik van denk, dat ze niet weten waar ze over praten, dan is het gewoon doei. Dan komt jouw sarcasme om de hoek. Ja. Normaal gesproken, hoe gaat je dag hier? Op mensen kom ik naar beneden toe. Ik maak ongeveer hier 2 keer in de week dat ik even schoonmaak. Even buiten koffie drinken, dan ga ik boven naar mijn kamer. Ik heb 1 hele grote passie die me buiten het werk destrokt. Dat is muziek. En dat is gewoon muziek maken. Dus wat speel je? Gitaar, fiets, dulcimer, dobro, mandoline, basgitaar. Een hele band in je eentje? Ja, ik kan er maar 1 tegelijk spelen, dus dat is niet. Dat is echt. Dat zou ik even niet helemaal zeggen. Dat is ook wel. Maar dat doe je dus hier overdag muziek maken? Muziek maken. Ik schrijf geen teksten. Dat niet, dat lukt me nog niet. Maar ik ben wel nou bezig met de muziek te schrijven eigenlijk. Je hebt eigenlijk niet zoveel tijd. Ik zou zo graag 1 liedje horen. Kan dat?